in deze richting kan je echt creatief zijn en je eigen ding geven aan de opdracht die je krijgt. Ja, ik vind dit een heel interessante richting om te kunnen in secundair volgen, omdat de richting heel gevarieerd is. Je hebt zowel het filmaspect, het grafische aspect als het 3D-aspect. En zo kunnen de leerlingen van alles een beetje proeven om dan eigenlijk te kijken wat ze in de hogere studies verder willen aanpakken. Digital Arts, Film en Entertainment is een naam die er gekomen is omdat dat eigenlijk werkelijk omschrijft waarmee dat we bezig zijn. We zijn een toegepaste richting meer. Het is niet pure schilderen, het pure tekenen. Het is een toegepaste richting met de bedoeling meer al die multimedia samen te gaan kunnen gebruiken, zodat je in feite alles gaat kunnen combineren. Oh, in het kort, heel veel plezier. Je moet ook heel creatief zijn. Je bent ook altijd druk bezig met beelden, fotografie. Je kan graadsgewijs instromen, dus dat wil zeggen dat je ook vanuit een andere richting kan instromen in de derde graad. Dus vanaf het vijfde jaar, leerjaar, kan je nog altijd starten. Ik heb als leerkracht film, effectief film gestudeerd, aan het RITS. Het is nu wel fijn om te zien. Allee, ik geef nu zelf film aan leerlingen, dat die ook doorstromen naar het RITS en naar RAFI. Dus eigenlijk ja, dat er zo mensen in jouw voetsporen treden, na een aantal jaar te kunnen lesgeven. Dat vind ik wel fijn.